Welkom bij de tweede Tech Takeaway alweer. Nou, eventjes heel kort over ons. Waar ben je nu? Je bent nu in Haarlem, als je het niet al wist. Mijn naam is Sam Swai. Ik ben engineer manager bij Synetic. Kom ik zo op. Voordat ik op mij kom, eerst de agenda van vanavond. We beginnen nu eventjes met een intro over ons, wie we zijn, wat we doen. En dan gaan we snel naar de sprekers. Robin gaat het hebben over mission control. We hebben Hans en Hans heeft corona. Ja, alleen hij wilde ons niet aansteken, dus hij dacht, ik ga toch niet naar kantoor. Dus Hans is digitaal. Hans, zeker. Zeg eens wat. Hey. Ik zie dat ik op dezelfde tijd ben als Robin, dat klopt dus niet. Nee, dat kan, dat is een collab. Feature, Robin feature. Nee, Hans is iets later. We hebben in ieder geval wel om, volgens mij wel om 6:50 de drinkpauze, toch? Of niet? Ja, klopt. Drinkpauze de planning stond ik om half. Dus en Robin om 10 over. Je 10 minuten, hè, Robin? Nee, Robin stond om 10 over. Robin is een hurricane. Die is er met 10 minuten klaar. Ja, dat komt wel goed. In ieder geval, we hebben 2 presentaties. Daarna hebben we even een korte pauze. Stef en Tom gaan het hebben over CSS Awesome. En we hebben een externe spreker, dat is Rolf. Rolf, waar zit je? Daar. Van Swiss. En die gaat het hebben over automatische Drupal updates met Composer. En dan om 8:00, dan kunnen we waar het om gaat ook een beetje. Is de borrel. Mijn naam is Sam. Ik werk nu een week 10 jaar bij Synetic. Dat is de beste tijd. Mijn functie is engineer manager, maar ik word altijd met kriebelen van het woord manager. Ik ben eigenlijk meer een business developer. Of een solution architect. En allemaal buzzwoorden die helemaal niks boeien. Ik werk hier gewoon, ik doe allemaal dingen en daarom sta ik hier. Wij zijn strengths gebaseerd. Links onderaan zie je mijn strengths. Hans gaat daar wat over vertellen. Maar ik ben dus heel strategisch, prestatiegericht, focuscompetitie. Dus je wil met mij geen wedstrijd hebben, want die ga je sowieso verliezen. En als ik hem ga verliezen, dan wil ik die wedstrijd niet met jou hebben. Wij zijn Synetic. We bestaan sinds 2004. Dit jaar worden wij 18. Wij vieren dat door met z'n allen op wintersport te gaan. Dus dat is wel leuk. We zoeken trouwens nog mensen zoals elk digitaal bureau. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, drop een mailtje. Je kan ook naar Sam met Synetic mailen, maakt niet uit. Overal. We zijn 40 FTE en we zijn strength-based company. Nou, Hans gaat daar straks wat meer over vertellen, dus ik ga niet zijn gras voor zijn voeten wegmaaien. We zijn ook ISO 27001 gecertificeerd. Wil eigenlijk zeggen dat we nogal hoge kwaliteitseisen stellen aan bepaalde software. En sommige klanten eisen dat van ons, anders mogen we niet eens meedoen aan een aanbesteding. En we hebben als techstack hebben we Shopware, Laravel, Drupal, Vue.js, Symfony en Swiss. Die lijkt heel veel op ons. Volgens mij doen ze bijna hetzelfde. Klopt toch? Ja, bijna precies hetzelfde. Ja. Is het, mis ik een nulletje? Ik heb er 1 te veel, maar wij zijn dus hoger gecertificeerd. Ja. Ja, dat is expres. Wij zitten al next level. Dus eigenlijk zijn het concurrenten, maar vandaag zijn het collega's. En we zien ze gewoon als onze vrienden vandaag. Onze vrienden zijn ook onze klanten en ook onze partners. Want eigenlijk zien wij onze klanten niet echt per se als klanten, maar meer als partners. We doen het samen, zoals ook Swiss waarschijnlijk met zijn klanten doet. En we werken veel voor grote klanten. Je ziet hier de logo's. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. We doen gewoon dingen. En een stukje over Swiss. Swiss zit in Leiden. En ze doen dus precies hetzelfde als ons. En daarom hebben we ze ook uitgenodigd om vandaag te gaan spreken. En Rolf was de gelukkige. Ik hoop misschien de volgende keer iemand anders in Swiss kan ook spreken. Maar vorige keer hadden we iemand van MediaMonks. En dit keer dus van Swiss. Dus dan take it away. Robin, let's go. Vandaag mag ik iets vertellen over Mission Control. Mijn naam is Robin Spekerbrink. Ik ben team en product lead bij Synetic. Dat betekent dat ik net als Sam ook maar gewoon een beetje aankloot. Ik mag leiding geven aan een aantal developers en ik mag af en toe mee bedenken en meewerken aan projecten. Dat een beetje. Wat ik vandaag ga vertellen is wie ben ik, of eigenlijk wie zijn wij als Synetic. Alle ikjes mag je vervangen met wij. En dan komt het verhaal uiteindelijk wel goed. Waar zijn wij, wat doen wij, waarom doen wij wat wij doen. En hoe doen wij wat wij doen, waarom we dat doen,
et cetera. En dus gaan we launchen. Nou ja, dat is een leuk verhaal. De WWW, de wie, wat, waar. Mijn naam is dus Robin Spekenbrink. Ik ben 40, ik heb 2 kinderen. Ik loop af en toe hard. En ik ben van de gekke weetjes. Zo heb ik een kat. En ik probeer altijd wel een beetje iets geks te bedenken. En het gekke weetje over katten is dat katten die kunnen heel goed in het donker kijken. En de reden waarom dat zo is, is dat ze eigenlijk een soort zaklamp hebben als ogen. Want het licht van buiten weerkaatst op de lens. En daardoor kunnen ze het donker heel goed zien. Dat zijn een soort zaklampjes. Nou, leuk. Waar? Synetic, nou, Sam heeft het net al kort geïntroduceerd. We zijn een digital agency, zoals inderdaad Swiss dat ook is en zoals er nog vele zijn. We hebben uiteenlopende klanten, groot, klein. We hebben het over commerciële partijen, we hebben het over overheden, we hebben het over kleinere organisaties. We hebben het over ideële instellingen, we hebben het over organisaties met winstoogmerk. Dat doen we met verschillende technieken. Nou, de tech stack kwam net even al voorbij, daar kom ik zo meteen wel weer terug op. Dat doen we op verschillende platformen. Sommige platformen hosten we zelf. Andere platformen worden gehost door de klant. Het loopt nogal uit elkaar. Dat doen we met uiteenlopende developers. Niet iedere developer is hetzelfde. Jullie zijn er ook allemaal anders, gelukkig. Ik zou heel gek worden als ik allemaal dezelfde mensen tegenover me zou hebben. Sommigen zijn senior, sommigen zijn junior, sommigen zijn stagiair. Maar iedereen werkt uiteindelijk aan één of meer dezelfde projecten als iemand anders. Niemand werkt hier alleen. En dat doen we ook volgens een uiteenlopende planning. Oftewel, alles moet een beetje goed aansluiten. We moeten niet de halve week niks te doen en de volgende week te veel moeten doen. Nou, dat maakt het dat we dat doen voor verschillende klanten. Nou, Sam had het al net even laten zien. Ik heb ook even wat logos op elkaar gezet. Het is allemaal niet zo heel spannend, maar sommige zijn wat bekender, sommige zijn wat minder bekend. Maar ze zijn allemaal uniek in hun vraagstelling, uniek in hun aanpak en uniek in hun oplossing. Dat maakt het dat het voor Synetic soms wat lastig kan zijn om te bepalen waarom we hier eigenlijk zijn. Dit is Shakespeare overigens. To be or not to be. Waarom zijn wij hier en wat doen wij hier? Dat is een vraag die iedere klant opnieuw aan ons stelt. Wat is hetgeen wat hun bezighoudt en hoe kunnen wij dat voor hun regelen? Dat maakt elk probleem uniek. Elke klant heeft een eigen context, heeft een eigen verhaal, heeft een eigen zoektocht naar een oplossing. En dus maakt het voor ons een soort uitdaging over hoe wij dat dan vervolgens moeten gaan oplossen. Want het is allemaal wel leuk, maar elke keer een uniek wiel proberen uit te vinden is best wel een drama als je daar elke klant die er nieuw bij komt weer een uniek wiel moet hebben. Dus je hebt heel veel verschillende unieke sneeuwvlokjes, zoals het zo mooi in het Engels heet, hè? Snowflakes. En dat moet je wel zien te beheren met de club die je hebt. Mensen komen, mensen gaan, technieken komen, technieken gaan. Alles verandert. Hè? De nieuwe versie van Drupal, de nieuwe versie van Laravel, de nieuwe versie van Node. Alles komt voorbij. Dus wij doen het met nagenoeg deze onderdelen. Er zijn er al meer hoor, maar dit zijn de wat grotere onderdelen van waar wij nou dagelijks mee werken. Waar wij de oplossingen in proberen te zoeken die wij maken. Wij gebruiken Amaze.io, dat is een kleinere, tenminste klein, maar in ieder geval wat onbekendere organisatie voor onze hosting bijvoorbeeld. Wij maken gebruik van Kubernetes, maar ook gebruik van VPS-systemen voor de hosting. We doen met Laravel, Symfony, Drupal, Node, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, NativeScript, nou, de hele rambam, alles komt voorbij. En al die losse trajecten en al die losse eilandjes en al die losse oplossingen hebben ook hun eigen levensduur. En alles blijft draaien en alles werkt en klanten bezoeken dat van de klanten van onze klanten, et cetera. Het wereldwijde web. En daar willen wij als organisatie dat een soort van moet beheren, een soort van kennis over heeft, moeten wij daar wel inzicht in hebben over wat het dan allemaal is. Wat draaien we eigenlijk allemaal? Voor wie draaien we dat allemaal? Hoe actueel is dat ook? Dat is een probleem waar we eigenlijk al een tijdje mee zaten te klooien. Tot de afgelopen hackathon. En er kwam nu een deuntje van DJ Jean, maar dat is een beetje mijn generatie. Toen kwam Mission Control in beeld. En Mission Control is
wat we hadden bedacht als een soort centraal punt waar allerlei stromen aan informatie van al die losse eilandjes, van al die losse oplossingen bij elkaar zou komen. Zodat we inzicht zouden hebben in de unieke oplossingen op een centrale manier en een uniforme manier. Dus welke versies draaien waar, voor welke klanten, in welke platformen, in welke combinaties van ondersteunende diensten. Is het überhaupt nog wel online of is het ondertussen stiekem gestorven en heeft niemand aan de bel getrokken? Klanten zijn niet altijd op de hoogte van hun eigen systemen. Dat hebben wij zelf bedacht op basis van een aantal standaard componenten die we daarvoor hebben gevonden. Op basis van Laravel, op basis van een Node pakketje en op basis van een PHP pakketje en op basis van Nova en allerlei tools. En dat kan ik laten zien door even mijn scherm te wisselen. Maar dan toon ik de echte informatie, dat is misschien niet zo handig. Dus ik heb wel een lokale variant van hetzelfde. Als het goed is, gaat het allemaal werken. Lang leven de demo goden. Ja. We hadden het een beetje gethematiseerd in ons Synetic. We gaan naar de maan thema. En daarvoor hebben we misbruik gemaakt van E.T. als gimmick. Dus E.T. komt her en der terug. E.T. is ook het stukje software wat wij gebruiken bij software van onze klanten om naar huis te bellen met informatie van de betreffende omgeving waar die applicatie in draait. Dus hopelijk werkt dit. Voilà. Wat het in feite is, het is een soort startpunt voor ontwikkelaars, projectmanagers, accountmanagers, iedereen die bij ons in feite iets met klanten of met projecten werkt, om snel en overzichtelijk inzicht te krijgen in wat er draait, voor wie het draait en hoe het draait. Dat is het idee. En uiteindelijk willen we hier ook klanten zelf toegang toe gaan geven. Dat klanten ook zelf inzicht krijgen in hun eigen platform, in hun eigen systemen en alles wat we voor ze gemaakt hebben. Dat kunnen wij doen op basis van een eenvoudig dashboard. Waarin we, dit is demo data, dus alles wat hier staat is gegenereerd, verzonnen. Klopt niet. Zometeen komen hier versies te staan die helemaal niet bestaan. Maakt ook helemaal niet uit, maar het is even voor het beeld. Om er iets te noemen. Maar wat we in feite doen is op basis van E.T. die hier links onderin staat, wordt er dus naar huis gebeld vanuit platformen met de betreffende informatie van een omgeving waar een applicatie in draait, om zo informatie aan ons te geven over geheugengebruik, hoe druk het is, welke versies er draaien, of het nog ondersteunt, of eigenlijk ja, welke versies er draaien, zodat wij dat weer kunnen valideren met versies die we kennen van de betreffende projecten, of die versie überhaupt nog wel ondersteund wordt, of dat bijvoorbeeld de PHP-versie al lang en breed outdated is en eigenlijk bijgewerkt zou moeten worden, of dat de machine aan de capaciteit zit en dat we daar dus met de hosting een andere oplossing voor moeten verzinnen. Tegelijkertijd kunnen we vanuit ditzelfde verhaal ook compatibiliteitscontroles doen, van nou, als we nou voor dit project maar we kunnen hier dus bijvoorbeeld ook voor een project zeggen we nou, als we nou stel dat we dit project zouden willen upgraden naar PHP, Node of weet ik veel, een of andere versie. Wat gaat er dan stuk? Dan draaien we allemaal analyses. En die kunnen we eigenlijk voor elk project vrij centraal, vrij makkelijk opstarten. Zodat een projectmanager of een accountmanager zou zeggen, nou, we zien dat je versie draait op versie X. Ondertussen is versie Y. Dit is er voor nodig. Wij schatten dat zelfs sowieso in. Om te upgraden en dat is misschien wel verstandig. Nou, hetzelfde kunnen we doen voor allerlei andere analyses die we gaan toevoegen. En ja, we hebben daar nu in de eerste set aan tooling ingezet. Maar je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment daar veel meer tooling in terug gaat komen. Veel meer analyses op mogelijk zijn. En dat we ook op basis van de vergaarde kennis die we ondertussen hebben binnenkrijgen vanuit die E.T. zeg maar. Dat we steeds meer informatie kunnen gaan destilleren op basis van de kennis die we krijgen van die verschillende platformen. Nou, dan zo gaat het veel verder. Ik kan er allemaal doorheen klikken, maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En ik hoop ook dat ik een beetje in de tijd bleef. Ik denk het wel. Ja, toch? Ja. En zo hebben we dus nog veel meer grotere plannen voor wat we nu als mission control, nu als basis hebben neergezet. Er komen meer tools in. Dat we willen uitbreiden naar grotere of zeg maar nog meer exotischere
systemen. Meer integraties met externe diensten. Bijvoorbeeld kijken naar als er een Redis service draait. Of als er ondersteunende API's worden gebruikt. Om daar ook de monitoring van op te nemen in IT. En dat weer terug te voeden naar Mission Control. Meer statistiek erop los te laten. Dat op het moment dat we dus herkennen dat er bepaalde fluctuaties zijn in gebruik. Dat we daar ook op kunnen anticiperen. Omdat we die informatie verzamelen. Kunnen we daar straks op gaan acteren. We willen dat doen door middel van, tenminste ik wil dat heel graag doen, door middel van data-analyses. Nou, AI is tegenwoordig een mooie buzzword-term, dus dat moet ik ook even noemen. Maar ook daarin heb ik al wel een aantal modellen bedacht. En uiteindelijk is dus het plan dat we ook onze eigen klanten hier toegang toe willen geven. Zodat ze zelf controle krijgen over hun platform. Als zij besluiten, van, ja, de versie komt volgende maand uit. Dat weten we, dat kunnen we aantonen, dat zien ze al. Kunnen ze dat zelf al bij ons naar binnen schieten. Of inzicht krijgen in het verloop van hun sprint. Of hun project, of hun budget, of nou ja, al dat soort informatie komt hier straks allemaal in. We weten straks hoe dit allemaal gekoppeld is. En zo kunnen we de klant ook meer controle geven over hun eigen mission bij ons. En heel ver in de toekomst, hij staat ook een beetje onderaan, is het een systeem wat we in feite ook aan anderen kunnen gaan uitgeven. Met hun eigen IT en hun eigen platform en hun eigen data en hun eigen klanten en hun eigen proces. Robin, is geven open source of is geven licentie, betaalde licentie? Voorlopig is geven een idee. Oké, dank je. Maar alles is sales, dus ik hoor dat het verkocht gaat worden. Goed zo. Zijn er verder nog vragen? Ik kan ook code laten zien, maar dan duik ik mijn editor in. Het is test-driven development, hebben we erop toegepast. Er zijn heel veel unit tests en al dat soort dingen. Het is allemaal Laravel, het is Redis, het is Horizon, het is Nova. Ja, het is allemaal niet heel spannend, denk ik dan. Maar blijkbaar kan dat, want ik heb het ook in een andere presentatie gezien. We gebruiken Horizon. Ik wil het met jullie gaan hebben over de talenten die je als persoon hebt. En vooral hoe je daarop moet gaan focussen. En met name het verschil tussen het focussen op talenten in de plaats van de focus op zwakheden. Omdat dat iets is wat we eigenlijk toch nog veel te veel doen in de hele maatschappij. Kijken. Oh. Ja, even wat meer over mezelf. Ik ben Hans van Wezenbeek. Ik ben een senior software engineer bij Synetic. En ook ik ben een product en een teamlead. Dat is ook allemaal wat minder relevant. Want het meest relevant is eigenlijk dat ik heel enthousiast ben over het strengste verhaal voor deze presentatie. En daarom wil ik dat ook met jullie delen. Dus wat is het? Hoe gebruiken wij het? En ik hoop dat jullie hierna net zo enthousiast worden als dat ik dat ben erover. Nou, laten we eerst in ieder geval eventjes focussen op talenten en zwakheden. Om te identificeren wat ze zijn. En dan begin ik met een quote van Peter Drucker. Dat is een hoogleraar, was een hoogleraar, onder andere aan Harvard. En die heeft een hele mooie quote. Most people think they know what they are good at. They are usually wrong. And yet, a person can perform only from strength. Deze quote maakt eigenlijk duidelijk dat... want hij is dus van de organisatieleer en management. Hij heeft onder andere gewerkt bij General Motors. Eigenlijk heeft hij in zijn hele carrière meerdere organisaties onderzocht. Hoe ze het management konden inrichten. Hij kwam dus tot ontdekking dat je beter kan focussen op hetgeen wat goed is aan mensen dan hetgeen wat slecht is aan mensen. En daar wil ik me eigenlijk even mee aftrappen. Maar hoe weet je nou wat een talent is? Nou, een talent is een van nature terugkerend patroon van denken, voelen of gedrag die productief kunnen worden toegepast. Nou, dat is misschien een beetje een moeilijke omschrijving, maar dan ga ik er even wat meer specifiek op in. Want wat merk je dan op het moment dat je talenten gebruikt? Nou, dan zal je merken dat de tijd snel gaat. Dat je er veel energie van krijgt. Werk wat je doet wordt snel en gemakkelijk om uit te voeren. Je bent in de flow. Dat is misschien iets wat je wel vaker hebt gemerkt. Dat als je erg mee bezig bent wat je bij een talent van jezelf gebruikt. Dat je echt in zo'n soort flow komt. Alles gaat soepel. Je voelt je blij. En het leidt uiteindelijk tot uitstekende resultaten. Nou, dan is het ook belangrijk om te weten wat zwakheden zijn. En eigenlijk kunnen we die definiëren als alles wat het succes in de weg staat. En iets specifieker is dat het specifiek gedrag is dat mensen ervan weerhoudt.
om de volledige impact van en het rendement op het uiten van hun talenten te realiseren. Nou, ook daar even weer wat meer erin duiken. Als je je zwakheden gebruikt, zal je namelijk merken dat kost heel veel energie. Je vreest voor het werk wat uitgevoerd moet worden. Je ervaart twijfel en moeilijkheden en het neemt veel te veel tijd in beslag. De resultaten zijn namelijk ook niet geweldig die je krijgt op het moment dat je echt vanuit je zwakheden werkt. Je ervaart stress, je voelt je geïrriteerd en je ervaart geen plezier. Nou, je kan je voorstellen dat op het moment, en je weet dat misschien ook uit eigen ervaring wel, dat op het moment dat je iets doet waar je eigenlijk gewoon niet zo goed in bent, dat gewoon niet fijn werkt. Nou, om te weten natuurlijk wat dan, hoe je dan zeg maar hier moet op acteren, is het dus belangrijk om te ontdekken wat je eigen talenten zijn. Nou, dan wil ik even nog stilstaan bij het volgende. En dat is dat je eigenlijk het talenten moet herdenken of rethinken. En dat is eigenlijk dat je dus moet, waar wij als maatschappij gewend zijn om te investeren in zwakheden. Dus waar mensen slecht in zijn, daar moet je bijvoorbeeld op bijles of op een cursus om daar beter in te worden. Moet je er eigenlijk omdenken en zeggen, nee, maar laten we nou investeren in waar mensen al goed in zijn, zodat ze daar nog beter in kunnen worden. Want er bestaat niet zoiets als het repareren van een zwakte. Je kan er wel mee leren omgaan, maar het zal nooit een sterk punt worden. Het zal nooit een talent worden. En waarom focussen als maatschappij toch altijd op het verbeteren van de zwakheden in plaats van het verbeteren van waar je al goed in bent? Want je talenten kunnen namelijk uitgroeien tot een strength. Een talent, nou, dat is een natuurlijke manier van denken, voelen en gedragen. En als je daarin investeert, dat is dus tijd besteden aan het oefenen en ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van kennis, dan leidt dat uiteindelijk tot een strength. En dat definiëren we hier als het vermogen om consistent bijna perfecte prestaties te leveren. Nou, even een voorbeeldje. Stel dat een talent voor jou communicatie is. En daar ben je al goed in, dat weet je van jezelf en dat gaat makkelijk en gaat lekker. Op het moment dat je daar nog meer in gaat investeren, door middel van trainingen, presenteren, bestuderen van voorbeelden, dan zal je uiteindelijk zal de strength worden dat jij een uitstekende spreker gaat worden. Oké, dan komen we bij Gallup aan. Ik weet niet, sommige van jullie zullen hier al bekend mee zijn. Sowieso mensen bij Snet, ik kennen dit allemaal. Maar Gallup is een onderzoeksagency. En die doen al 50 jaar onderzoek naar allerlei aspecten van de psychologie van mensen. En Don Clifton, je ziet hem aan de linkerkant. Is eigenlijk de man achter de Clifton Strengths Finder, daar kom ik zo bij. Maar wat ze hebben gedaan bij Gallup is ze hebben 2,2 miljoen mensen geïnterviewd. En dat waren allemaal mensen die ergens goed in waren. Dus dat waren topsporters, dat waren mensen die uitblinken in bepaalde dingen in het bedrijfsleven. Maar in alle vlakken in de maatschappij hebben ze dus, alle lagen hebben ze eigenlijk gehad. Dus sociocultureel zijn ze bezig geweest, ook om alle door de hele wereld, zeg maar, alle lagen eigenlijk te interviewen. En daar zijn dus eigenlijk 2,2 miljoen interviews uitgekomen, waarbij ze eigenlijk hebben gekeken van, ja, maar wat maakt nou dat jij zo goed bent in waar je goed in bent? Dus daar hebben ze een hele vragenlijst voor gemaakt. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een overzicht van 34 talenten. Dus ze hebben al die interviews hebben ze bij elkaar berekend en bekeken. En uiteindelijk zijn dat 34 talenten geworden. In 4 verschillende domeinen, kom ik zo bij. En dat zijn eigenlijk alle talenten die je als persoon hebt. Waarbij het ene talent, jij als persoon meer hebt dan het andere talent. Vervolgens is er een online assessment gemaakt. En door dat online assessment te doen, krijg jij eigenlijk een
Dan krijg je eigenlijk een lijst, zeg maar, van nummer 1 tot en met nummer 34. Dus je top talenten en dus ook waar, de talenten waar je dus minder sterk in bent. Nou, het leuke van deze methode is dat er zijn uiteraard mensen die hebben zoiets van, hey, ja, oké, ik doe die test een paar keer. Maar wat blijkt nou? 74% van de resultaten blijft hetzelfde. Dus mensen die de test meerdere keer hebben gedaan, daar blijft dus 74% van de resultaten, dus de uitkomst van de rangering, zeg maar, van je talenten, blijft hetzelfde. En er zijn ook, er is niemand in de wereld met hetzelfde profiel als dat jij hebt. Dat is ook wel leuk om te weten. Nou, dit gaat uit dus van de positieve psychologie. Je ziet ook links de quote van Donald Clifton. Ja, wat zou er gebeuren wanneer we, wanneer we bekijken wat er nou eigenlijk goed is met mensen, in plaats van dat we fixeren op wat slecht is met ze? Ja, dat is eigenlijk de omgekeerde psychologie die je gewend zijn, want we zijn altijd gewend dat dingen die slecht gaan moeten beter. Maar wat nou als we dingen die al goed zijn nog beter gaan doen? En in totaal hebben nu 27 miljoen mensen wereldwijd dat assessment gedaan. Dus er zijn er een hele hoop. Dus het is wel een grote, onderzoeksbureau. Nou, uiteindelijk komt dat neer op de volgende 34 talenten. Ze zijn dus gedefinieerd in vier kwadranten of vier thema's eigenlijk. De eerste is hoe krijg je zaken voor elkaar. Dus dat zijn eigenlijk allemaal talenten die te maken hebben met hoe je bepaalde dingen doet en hoe je bepaalde zaken afrondt. Het tweede stukje is hoe geef jij leiding. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen tot actie overgaan bijvoorbeeld. De blauwe, dat zijn relatiebouwende talenten. Dus die zorgen allemaal voor het verbreden of het maken van relaties. En tot slot heb je de groene, dat zijn de hoe maak je de beslissingen. Dus dat zijn allemaal talenten die daarmee te maken hebben. Nou, wat blijkt dus, uit al die onderzoeken blijkt dat dit de 34 talenten zijn. En uiteindelijk ben jij als persoon, zeg maar, krijg jij een profiel wat op basis van deze talenten eigenlijk jouw DNA is. Nou, dit is mijn top 10. Sommigen zullen hem herkennen. op mijn nummer 1 staat harmonie. En sowieso, zoals je ziet, heb ik dus ook in mijn top 10 van alle thema's heb ik een aantal talenten. Dus het is wel grappig om te zien dat dat deze talenten eigenlijk bepalen, zeg maar, hoe jij naar bepaalde zaken kijkt. Dus het zijn geen labels. Het is echt een manier hoe jij als persoon naar de wereld kijkt en hoe je naar werken kijkt en hoe je dat doet eigenlijk. En waar je sterk in bent. En het is meer een soort, jij moet eigenlijk zien als een soort toolset van wat je allemaal hebt en waar je sterk in bent en wat je kan gebruiken om bepaalde problemen op te lossen. Of samenwerkingen aan te gaan of deadlines te halen, noem maar op. Eigenlijk gewoon om je dagelijkse werkzaamheden te doen. Nou, tot slot eventjes inzoomen op het pad dat wij als Snetic hebben gestart, maar nog steeds mee bezig zijn op weg naar een strengths-based company. Want hoe doen we dat nou? We hebben dus allemaal intern die assessment gedaan. Daar zijn dus allemaal onze profielen uitgekomen. Wat leuk om te vertellen is dat we begonnen met een standaard. En dat is een top 5 wat je krijgt. Uiteindelijk heeft iedereen de top, tenminste toch zijn hele profiel geunlocked. Omdat iedereen zo enthousiast was over de resultaten en mensen met elkaar in gesprek raakten. En het echt leuk vonden om hiermee bezig te zijn. Dus iedereen heeft gewoon deze een hele profiel unlocked. Er zijn verschillende coaching sessies geweest bij iedereen om te leren, om te snappen, zeg maar, wat betekent dit nou? Hoe werken die strengths voor jou? Hoe werken ze vooral samen ook bijvoorbeeld? Want kijk, ik had natuurlijk net hier dit overzichtje. Maar ja, het is niet zo dat mijn werkwijze of zaken direct aan één aan één talent te linken zijn. Het is vaak een samenwerking van verschillende talenten die bepalen hoe jij naar bepaalde zaken kijkt of hoe je bepaalde dingen oplost of
Nou ja, dus ook waar je soms wat minder goed in bent. Nou, wat we dus ook met Synetic doen, is echt het adapteren van de taal, de strengths taal. Dus alle strengths benoemen. We weten ook van iedereen wel ongeveer wie welke, dat zeg ik verkeerd. We weten van wie welke strengths heeft. En we praten ook echt, we weten ook, zeg maar, bij elkaar te herkennen, in sommige gevallen, waar iets vandaan komt. Dus vanaf welke strength dat bijvoorbeeld komt. We werken ook samen op basis van strengths. Dus door te kijken, zeg maar, waar mensen goed in zijn, bijvoorbeeld waar jij wat minder sterk in bent, ja, dan kunnen die mensen jou aanvullen met bepaalde zaken. En door dat te weten van jezelf, maar ook dus van anderen, ja, dan kan je dus echt daarmee samenwerken. We hanteren ook een strengths-based leiderschapsaanpak. Dat houdt eigenlijk in dat wij als teamleads, dus daar ben ik zelf ook onderdeel van, dat wij ook de handvaten en de tools krijgen om in ons leiderschap, om dat vanuit onze eigen strengths te doen, maar ook rekening te houden met de strengths van de mensen aan wie we leiding geven. Nou, dan hebben we ook nog Forte. Dat is een app die we hebben ontwikkeld tijdens een vorige hackathon. Dus niet de hackathon waar Robin het net over had, maar de hackathon van het jaar daarvoor. Dus de zomer van 2021 is dat geweest. En dat is een app waarin alle medewerkers en hun strengths staan. Heel makkelijk is het hier om gewoon heel snel even te kijken van oké, maar met wie heb ik te maken? Met wie ga ik zo het gesprek bijvoorbeeld aan? Je kan hier ook teams in aanmaken, dus een soort fictieve teams om te kijken van hey, maar stel dat we die mensen bij elkaar zetten, wat doet dat met de strengths? Zorgt dat voor bepaalde zaken of missen we dan bijvoorbeeld bepaalde gebieden waar we dan weer andere mensen voor eventueel moeten aanhaken? Dus het geeft heel snel overzicht om te kijken hoe je een goed een team kan samenstellen voor bepaalde onderdelen. En ook Forte is een tool die eigenlijk continu in ontwikkeling is. Dus daar gaan de komende tijd ook veel op doorontwikkeld worden. Dus dat is altijd leuk om te zien. Nou, tot slot eventjes nog terugkomen op wat ik al zei. Waarom wil je eigenlijk investeren in je talenten? De kern is je zwakheden. Die zullen zich nooit ontwikkelen of nooit sterk ontwikkelen. Terwijl je sterke punten, dus je talenten, zich oneindig kunnen ontwikkelen. Dat is even wat ik mee wilde geven. En het is een heel korte introductie geweest. Dus ik wil graag nog een keer hier meer over vertellen. Maar ik denk voor nu is dit eventjes een soort tipje van de ijsberg van hey, waar werken we bij Synetic mee? Dus we zijn bezig dus om een strengths-based company te worden. Dat is iets wat mij persoonlijk heel veel energie geeft. Wij gaan wat vertellen over waarom CSS toch daadwerkelijk awesome is. Moesten we nog het in het Engels doen trouwens, of zijn weg? Oké, dan laten we het gewoon in het Nederlands. CSS is awesome. It truly is. Dat is een beetje ons idee. Wie zijn wij? Ik ben Stef, front-end developer, werk inmiddels zo'n 5 jaar bij Synetic. Veel met CSS, maar ook veel JavaScript, dus ik ben ook als front-end engineer hier aan de gang. En dit is Tom. En Tom mag zichzelf even voorstellen. Hoi, ik ben Tom. Oh, hallo. Hoi! Nou, ik ben ook front-end developer. En ik werk 4 jaar bij Synetic. Dus, nou, dat. Ja. Nou, die hebben we er niet bij gezet. Want, nou ja, lang verhaal. Lang verhaal. Komen we nog een keer op terug. Hoe dan ook. Mag ik de klikker? Oh, hou jij de... Nee, Stef heeft een apparaatje in zijn hand. Waar die mee naar voren en achter kan. Als je er niet op wilt drukken, dat is goed. Want dan ga ik gewoon zelf op de pijltjes drukken. Want dat kan ik ook heel goed. Dat doen we namelijk elke keer als developer. We drukken de hele dag op knopjes. Echt grappig. Wat doe jij voor je werk? Nou ja, ik zeg wel eens, ik ben schrijver. Van code. Dan denken mensen, oh, ga je dan op een huisje in de hei en zo? Nee. Gewoon code achter een computer. En dan denken mensen, oh, een beetje jammer. Maar goed. Ik kan heel goed op knopjes drukken, dus dat gaan we doen. Ik denk, als het over frontend gaat, dat jullie deze wel eens gezien hebben. CSS is awesome.
En daar worden deze mokken van gemaakt. En mensen hebben dan zoiets van... Vet. Ja, CSS is inderdaad awesome. Maar goed. We gaan jullie vandaag wat dingen laten zien. Ik heb wat memes verzameld. Want het internet, vooral op Reddit, heb je programmer humor. En dan krijg je dus dit soort dingen. Of deze. Gewoon pleur er maar wat z-index op. Want weet je, het werkt niet. Of dit bijvoorbeeld. We hebben een collega, Ilja. Misschien, ik zag hem net wel online. Maar die is dus nu ook aan het leren hoe die websites bouwt. En die is nog niet bij de CSS aanbeland, geloof ik. Dus die krijgt straks het vierde plaatje te zien. Dat is ook wel grappig. One does not simply. Nou ja, ook heel leuk. We hebben ook deze. Deze is ook heel goed. Gewoon een slap overal important op, want dan werkt het tenminste een keertje. Eigenlijk, als ik naar al deze memes kijk, is het onbekend maakt onbemind gewoon een heel classic oud-Hollands spreekwoord. Je kent het niet, dus ja, ik hou er ook niet zo van. Dan moet ik wel even zeggen, ik ga even een paar memes terug. Deze, daar zit een wat meer diepte in dan je op het eerste gezicht lijkt te hebben. Want dit is de maximale z-index die je in CSS kan toevoegen. En dat komt omdat dit onderdeel is van een 32-bit signed integer. Ik ben front-end developer, maar ik weet niet helemaal zeker. Dit is het. Je hebt deze in de plus variant, maar je hebt ook min. En dan kom je dus uiteindelijk op het getal van 2 miljard, et cetera. Nog veel meer. Dus, nou, dat. Dus deze is eigenlijk iets slimmer dan die er in het begin uitziet. Dat. Onbekend maakt onbemind. En we gaan vandaag een paar dingetjes laten zien. Zodat jullie misschien ook wat meer van CSS gaan houden. Ik weet niet, volgens mij zijn heel veel mensen die zijn hier backenders, maar we gaan het zien. Ja, we gaan inderdaad dus wat meer vertellen over vette features van CSS. CSS kan veel meer dan de memes ze net lieten zien. Dingen zijn tegenwoordig veel makkelijker en die stomme mock, dat is al lang niet meer nodig. Dus we gaan wat diverse nieuwere trucjes laten zien. We beginnen met de kleintjes, zoals hier staat. Letterlijk kleine trucjes. En dan komen we steeds meer naar vette, nieuwe, moderne CSS. Position sticky. Wellicht al bekend. Tom, ben jij mijn liefdallige assistent om te scrollen? Vroeger allemaal met JavaScript moest je dingen sticky laten zijn. Dus dat... de nieuwe letter telkens bovenaan blijft plakken, zodat je weet in welke categorie je zit. Nu simpel set, één regel CSS, position sticky. Oké, je moet wel eventjes weten wat je container is en een top toevoegen. Maar in vergelijking met de bak en beet, wat zal het zijn? 30 regels JavaScript die je vroeger nodig had, toch een stuk makkelijker. Ja, nou werkt mijn klikken niet meer, omdat het erin zit. Daarom plaatsen niet van een cursor. Nee, ik denk, we hadden nog even zien, weet je wel. Hey, oh ja. Een stukje aanzetten. Oké, die klikker hebben we ook geen reet aan. Ja, next. Hallo, ben ik weer. Een ander ding wat we veel met JavaScript deden altijd, was snapping van scrolling. Dus even voor je hebt een carousel of iets dergelijks. Je wil niet een halve slide zien, je wil een hele slide zien. Dus als je weet waar, wat de positie van het scherm is en hoeveel er al gescrolld is in de slider, dan kan je bepalen, staat die in beeld of niet. Nou ja, gelukkig hoeven we dat niet meer met JavaScript te doen. Want we hebben geen JavaScript in deze codepen, we hebben wat HTML. Oké, het had beter misschien een list kunnen zijn, maar weet je. Het is prima. We hebben gewoon even wat demootjes in elkaar gezet. En in dit geval bepaalt de CSS of je verder kan scrollen of niet. Het bepaalt vanzelf wat in beeld moet zijn. Je kan er een margin aan instellen. Je kan zeggen, ik wil hem graag centered hebben altijd. Of ik wil hem in dit geval aan de linkerkant hebben. Dus ook dat is iets wat je tegenwoordig gewoon met CSS kan doen. En waar het eigenlijk om gaat is deze twee regels. En de rest is een beetje kleurtje op smuk. Denk ik. Ja. We hebben een vraag. Oh, hallo. Oh, ja. Misschien moest ik dat even van tevoren zeggen. Ja. Ik was bezig met wat demootjes en ik hou nogal van emoji. Dus soms dan denk ik, what the hell, waarom ook niet? Het is Unicode en het kan. Het wordt wel een klein beetje raar soms als je unicorns en dergelijke gaat gebruiken in je klasnames, want op een gegeven moment wil je gaan nesten.
En we gebruiken BEM als CSS naamgevingsconventie. En dan krijg je dus een unicorn met twee streepjes erachter of zo. Het wordt heel raar soms, maar voor de demo is het prima en het werkt. Dus nog wel. Ja, precies. Ik weet trouwens niet of jullie de... Oh, jullie kunnen de browser soort van niet zien. Wacht. Ja, tuurlijk kan ik even kijken. Hier staat nooit iets, hoop ik. Nou, dat zien we dan wel. Dus. Oké, zal ik naar de volgende slide? Of ben jij nu van plan dat te gaan doen? Oké, hier. Doei. Hier moeten we nog even bij de browser kunnen. Ik doe mijn best. Prefer color scheme, wellicht bekend. Nou, we zijn allemaal developers hier waarschijnlijk. Dus wie heeft allemaal een computer op dark mode staan? Oké, voor thuis die het niet zag, ongeveer de helft. Meer dan de helft. Dus dit is Tom's computer, staat in light mode, want hij houdt daarvan of zo. Weet niet, houdt niet van zijn ogen. als je hem nu in dark mode gaat zetten voor de verandering, dan reageert, als het goed is, de JavaScript er ineens op. Again. Sorry, CSS. je kan ook meteen zien wie de demo heeft gebouwd in dit geval. Hè? Iets met judgment en zo. Maar het is een media query die je kan toepassen. Prefers color scheme. Mocht je hem even developen in de render tabje van Chrome en ook in Firefox, kan je dit mocken. Dus dan kan je zelf switchen. Hoef je niet per se je hele systeem om te gooien. Ondanks dat het in macOS daadwerkelijk heel makkelijk is. Terug naar de light mode. Ik heb wel een dark editor trouwens. Hè. Niet dat jullie denken dat ik helemaal gek ben. Ja. Uh-oh. Nou, maakt niet uit. Hoe dan ook, verder met de demo. Hebben jullie wel eens dit gezien? Stel je voor dat de witte rand... ik ben heel goed in knopjes drukken. Stel je voor dat de witte rand jouw telefoon is, van links tot rechts. Heb je wel eens, ja, mij valt het heel erg op, ik maak overal screenshots van tegenwoordig, van dingen die niet goed zijn op websites. En verzamel ik dat. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar misschien begin ik ooit een Pinterest board. Hoe dan ook. Goed. Hier is iets voor. Ik heb bewust het langste woord uit de Vandalen gepakt, geloof ik. Oh nee, wacht. Nee, dit is niet het langste woord uit de Vandalen, want die had er blijkbaar geen zin in, want die had misschien ook wel dit probleem, weet ik niet, pas niet op de pagina. Het is aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen. En misschien nog twee keer bochtwaarde, omdat het niet op het bord past of zo, maar hoe dan ook. Hier heb ik wel, moet ik even toegeven, je ziet het al een klein beetje aan de demo. Ik heb hier iets van JavaScript voor gebruikt. Omdat ik CSS gebruik. Heel raar, maar ik ga het zo laten zien. We hebben tegenwoordig een property die ik nu heel eventjes weer aanzet. En dat heet hyphens. En tadaa, opgelost, vet handig. Ik denk dat meer websites dit zouden moeten toevoegen. We hebben een vraag. Zeker, de vraag is, eigenlijk samengevat is de vraag, hoe wordt dit afgebroken? Dat is precies waar ik de JavaScript voor gebruikt heb. Nu denken jullie, oh, Tom heeft in de JavaScript allemaal vieze meuk gedaan. Nee hoor. CSS hyphens, dus eigenlijk deze selector, baseert zich op de document language. En omdat CodePen altijd op EN staat, moest ik helaas een stukje JavaScript gebruiken om hem op NL te zetten. Als ik deze op EN zet, dan weet hij niet wat hij moet met aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik ermee moet. Ik ben Nederlands, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, dit maakt je leven een stuk makkelijker. We hebben dit voor meerdere klanten ook al opgelost. Want sommige mensen hebben... Ja, kijk, een mobiele telefoon is gewoon niet zo heel erg breed. En soms zijn er gewoon hele lange woorden. Er zijn meerdere manieren waarop je het kan oplossen. Je kan bijvoorbeeld... Kijk, dit is dan de tekst. Je zou kunnen zeggen... Nou, ik zet hier een soft hyphen in. Dus dat is een shy. Het probleem is alleen... Dit komt uit een CMS. En dat is gewoon één veldje. En daar kan je meestal geen shy of extra HTML in toevoegen. Want het is gewoon een plain text field. Je kan hem zeker invoeren, maar content editors hebben geen idee wat een shy tag is. Dus dat is een beetje een probleem. Ja, de vraag was, het statement was, je kan hem wel gewoon invoeren. Alleen, nou ja. Maar goed, dus dit zou kunnen.
Maar CSS kan je ook hier dus een hoop werk uit handen nemen. Je ziet ook dat hij net de juiste lettergrepen pakt. Zeker. Wacht, Windows Chrome? Vanaf versie 115 werkt Hyphens pas? Je weet dat het bij 106 zit, dus dat niet. Ja. Vorige maand? Ben jij aan het CSS of zo? Wat is die aan? Het is jouw bug report? Oh shit. Oké, ga jij even presteren dan? Kom maar goed. Ik hoor nog een vraag. Waar is die tweede microfoon? Of heb ik die hier stiekem? Nee. Sam is de moderator. Sam zit te genieten. Ik zie het gewoon. Ja, ik zit inderdaad te genieten. Maar hier is nog de vraag. Genieton. Kun je dat ding ook nog zo gek krijgen dat hij er zeg maar alleen afbreekt als het echt nodig is? Dus dat hij er niet Nederlandse van maakt? Ja, dat zou wel kunnen. Alleen moet ik heel even kijken. Ik ben altijd met CSS een beetje in de war over als het gaat over... Oh, zo awesome is het dus. Ja, je hebt dingen... Je hebt, legacy. Je hebt properties die beginnen met tekst. Je hebt dingen die beginnen met font. Je hebt dingen die beginnen met word, whitespace. Alles heeft met tekst te maken. Dus ik ben altijd een beetje... denk, wat was het ook alweer? Ga ik een beetje lopen rollen? Maar het kan wel. Want dit is inderdaad een beetje alsof de tekst is justified, dus helemaal naar links en naar rechts is gezet. Ja. Ja, het kan wel, alleen in deze demo heb ik daar echt geen rekening mee gehouden. Daar heb je wel gelijk in. Oké, snel door. Oh, oh wacht. Oké, ik zie nog een vraag. Sam, die microfoon. Oh, niet gooien graag. Nee. RIP headphone users. Welke laag beslist eigenlijk waar de streepjes komen? Is dat een lijst met lettergrepen of Dat? Dat is het woordenboek. Oh, gewoon het woordenboek van de browser zelf. Oké. Okay. Ja, in Firefox kan je het erbij toevoegen inderdaad. De kans dat een woord in je systeem library ontbreekt is aanwezig, maar niet zo groot. Oké. Ja, dat kan CSS allemaal, Sander. Oké, snel door, want dit anders lopen we uit de tijd. We hebben nog veel meer te laten zien. Hier, Stef. Vroeger, als je iets met een aspect ratio moet, hier hebben we een blokje met 1x1 voor een foto of zoiets. Daar zijn mensen bezig met allemaal padding hacks, padding bottom met... wat was dat dan? 56,5%. Want dan had je een 16:9 verhouding. En dat was allemaal logisch. En dat wisten mensen. En dan hebben we daarna een toeltje. Ratio Buddy maakt het allemaal voor je. Veel makkelijker. Maar het is eigenlijk nog veel makkelijker. Aspect ratio, 1x1. Je definieert de width of de height. Hoewel de width meestal logischer is voor je eigen redenering. Het houdt het aan. Ik moet wel zeggen, op het moment dat het niet past, of dat je hoeveelheid je tekst of content erin afwijkt, dan zal hij zorgen dat de content blijft passen. Kan je daar een voorbeeld van doen, Tom? Wat was dat? 2x30 of zoiets? Dan past dat waarschijnlijk niet. Weet ik het. Oh, andersom misschien. Nou ja, never mind. Misschien hadden we een tekstvoorbeeldje moeten doen. Sorry? Ja, hij moet minder hoog. Ja, dan moet het 20 bij... Het wordt een soort van bingo nu. Wat willen jullie? 2x1. 2x1? Boring. Ja, dat past dan nog steeds dus. Ja, ja. In ieder geval. Inderdaad, je hebt gelijk. Het is niet 2x1, omdat het qua ruimte niet zou passen dan. Doet hij lekker zijn eigen ding. Maar over het algemeen, 16x9 of gewoon 1x1 blokjes, is dit een veel betere optie dan al die padding hacks. Met dat voordeel, je hebt gewoon je padding nog beschikbaar, mocht je dat nodig hebben. Ja? Ja. Werkt het ook met video's? Jazeker. Want je zet het op je container. Show it. Oké, misschien bedoel je situaties waar een iframe in staat. Je moet daar nog steeds hacks voor doen, omdat de iframe het niet support erbinnenin. Maar
de JavaScript om het containertje de juiste grootte te krijgen, dat werkt prima. En in het... Jullie merken dat ik meer met JavaScript vandaag aan het werken was dan met CSS. En wat jij dus met iframes, dat, ja, binnen de iframe kunnen we dat niet doen, tenzij de iframe het zelf zou includen. Dus voor de iframe is de 56,25% hackgebruiken en absolute precision, nou ja, overflow hidden. Ook dat werkte niet, want dat ging nog steeds over wat er buiten, hè, de container van de iframe en niet wat er binnen de iframe gebeurde. Daar heb je nog steeds wel JavaScript voor nodig, om dat allemaal met elkaar te laten communiceren. Next. Hallo, ben ik weer. Ik heb een dingetje. Het is echt leuk. Stel je voor, je hebt deze drie aapjes, horen, zien en zwijgen in dit geval, en je wil hier ruimte tussen hebben. Normaal gesproken zou je zeggen, ah, weet je, komt wel goed, jongen. En gewoon zo, hop, oké, okay, beetje mars en ik, ah, kak, de eerste. Nou ja, gelukkig hebben we daar ook iets voor. Ik kan niet zo heel goed typen met één hand, ondanks dat ik heel goed ben in knopjes drukken, zo. Zo, ja, opgelost zou je zeggen. Nothing on the hand in mijn beste Engels. Maar, het is een beetje een probleem. Want dit werkt wel op dit moment. Maar ja, wat op mobiel. Op mobiel staan die dingen vaak onder elkaar. Moet ik heel even kijken. Als ik nou hier bijvoorbeeld zeg flex direction. Ik ga nu de... hoe heet het? Zo. Aha. Ik ga nu de richting van de flexcontainer aanpassen. Dus dit is wat je vaak ziet op mobiel. Dat dingen onder elkaar staan in plaats van naast elkaar, want dat past simpelweg niet. Ja, dan ga je toch een beetje in de war met die margins. Dus nou, gelukkig hebben ze daar iets op verzonnen. Dus als ik dit gewoon even allemaal lekker weghaal, zo. Hatsa. Zaten we lekker tegen elkaar. We hebben tegenwoordig gap. En het doet precies wat het zegt. Het maakt een gap tussen de items. Dus nu, ja, ik kan helaas niet helemaal scrollen, maar... er zit ruimte tussen. En als ik dit bijvoorbeeld ook even weer uitzet, dus ik pas de direction weer aan naar de juiste, dan zit er nog steeds gewoon een gaatje tussen. Super handig, want links en rechts hoef je niet meer te compenseren. En ja, dat. Kleine aanvulling. Kleine aanvulling. Het staat dat het gesupport wordt bovenin op Safari. Dat doet het, gap, maar alleen voor grid. De versie voor Flex wordt gesupport in de allernieuwste versies. En laatst kwam er voor een klant toevallig achter dat precies de klant zelf niet een up-to-date laptop had. En dus oude Safari. Toen was je met negatieve marges, want dat was de oude truc inderdaad. Maar dat geldt dus voor Flex. Als je met grid bezig bent, support is gewoon perfect. Dus dat, geef het mee. Komt eraan, we zijn er bijna. Gaan we door, Tom. De game changers. We gaan van de kleintjes weg naar de grote dingen, waar we echt al tijden op zaten te wachten. Dit zijn eigenlijk ook allemaal punten die uit de Interop 22 komen. Een collectief van de grote browsers, eigenlijk de browsers die bovenin bij ons in het scherm staan. Sinds dit jaar hebben ze besloten om samen te komen en samen eens een keertje afspraken te maken van welke functionaliteiten gaan we nou eigenlijk gaan werken. In plaats van dat iedereen een soort YOLO-principe had en gaat kijken van, nou ja, oké, okay, dit heeft de W3C bedacht en over een jaar of vijf bouwen we het wel eens een keertje. Gaan ze nu collectief doen. Met een jaartal erachter, dus we weten wat er dit jaar achter moet aan moet komen. En ik zag laatst een post dat ze bezig zijn met het lijstje van volgend jaar en dat die binnenkort gepubliceerd gaat worden, dus ik ben benieuwd. Maar voor dit jaar stond er op de planning... De custom properties niet, die hadden wel. De volgende staat er op de planning. Custom properties, wel iets nieuws. Support daarvan is iets kleiner dan wederom er bovenin staat. Want custom properties werkt al tijden in alle browsers. Maar er zit een nadeel aan als je nu custom properties gebruikt en bijvoorbeeld dat wil transitionen. Aapje nummer 1 heeft, tenminste alle aapjes hebben een hover. mooie transition erop. Aapje nummer 2 heeft de kleur gezet met een custom property. En ook de transition staat op de custom property. En zoals je ziet, zit er, als Tom dat goed doet, zit daar geen netjes een veet of een kleurverloopje in. Als er
overeengehoverd wordt. De transition wordt niet toegepast. En dat wordt niet toegepast omdat je browser geen flauw idee heeft wat hij moet animeren. Hij weet niet dat het een kleur is. Het is gewoon een string voor hem. En gelukkig wordt het wel gerenderd als zijn een kleur. En daar komt add property aan. Dan kan je definiëren van oké, ik heb een custom property. En dat is een kleur of het is een number. En op die manier kan je dus het als hoogte of als kleurverloop gebruiken. Je kan je initiële value meegeven. Nou, doe je dat waarschijnlijk bij de definitie van je custom property in de root of in het component. Maar het kan. Ook inherits, of het dus wel of niet overerft, zoals we dat kennen van andere componenten of andere properties. Maar daardoor werkt die laatste dus wel gewoon zoals je zou verwachten met een transition. Kan je eens naar beneden scrollen, Tom, met de, waar de transition gedefinieerd staat? Op nummer 3. Staat dus de transition property is daadwerkelijk de custom property waarop die, nou, die gedefinieerd is. Dus die verandert. En daar weet hij mee wat hij moet doen. Super vet. En kan je hele leuke effecten mee geven met allemaal libraries en zo waar je de kleuren laat veranderen. Ze zijn er stil van. Holy shit. Maak je indruk. Of iets anders. Maakt niet uit. Hoe dan ook. Iets anders. Wij gingen deze presentatie maken. En ik dacht, oh, hier hebben we wel een demootje voor. Maar toen besloten we deze presentatie in Vue.js te maken. En toen had ik niet zoveel ruimte meer. Dus ik heb nu een heel klein stukje scherm waar ik het in kan laten zien. Container queries. We hebben de vorige keer bij de Tech Takeaway ook al wat over gezegd. En toen was het zo van, ja, nou, het support wel, support niet. We waren bezig voor die demo. En een van ons had onze browser geüpdate en de ander niet. Of andersom, ik weet niet meer. Maar ineens deed dit het niet meer. En wij zijn van, nee, het zijn we toch in de JavaScript teruggegaan. Ja, de syntax is nog veranderd op het allerlaatste moment. Dat was ook een beetje raar. Maar inmiddels is het geland in Chrome 105. Dus, yay, Chrome 105, hoe dan ook. Hetzelfde geldt voor Edge trouwens, van hetzelfde rendering engine. Maar, ik ga het heel even laten zien. Oké, heb je nu al een vraag? Ik heb het nog niet eens stuk gemaakt. De mic. Dank je, Jasson. Ik zie dat jullie heel erg mooi de Can I Use This hebben erbij staan. Maar wat is er nou precies gebeurd met onze liefdalige Firefox? Ja. Oké, Sander. Binnenkort wel, hè? Ja. Manifest Ruby like. Ja. Firefox. Het gaat me heel erg aan het hart, want nou ja, er is een hele mooie blogpost over wat Chrome allemaal met jouw data doet als je gewoon aan het browsen bent en zo. Dat wil je niet. Dus ik hoop altijd dat Firefox het gewoon overleeft, maar als ik dit zo zie, beetje jammer nog. Het kwetst wel een beetje, ja. Ja, het kwetst me een beetje. Maar daar zijn nog wat probleempjes, laat ik het zo zeggen. Ik ga jullie even laten zien voor de mensen die het nog niet eerder hebben gezien wat het eigenlijk is. En waarom het een gamechanger is. Wat ik heb gedaan, is eigenlijk een websiteje gebouwd. Ja, gebouwd. Hoe dan ook. Dit is een main element. Oh, ik kan het HTML gewoon laten zien. Vet handig. Ik heb hier een main element, er zit niks in. Ik heb ze met CSS even een vaste breedte gegeven, zodat je een beetje kan zien wat er gebeurt. Main element en een sidebar. Wat wel eens gebeurt, is dat je een componentje hebt, en die wil je soms op een smallere plek tonen, soms op een bredere plek tonen. Het enige wat we altijd deden, wat we tot onze beschikking hadden, was media queries. En media queries ten opzichte van container queries zijn anders. Omdat media queries die pakken de hele breedte van jouw viewport, dus gewoon de hele breedte van de browser die je op dat moment open hebt staan. Container queries gaan over het componentje zelf. En wij bij Synetic vinden het heel erg leuk om zo modulair mogelijk te bouwen. Omdat je heel makkelijk dingen kan hergebruiken of heel makkelijk dingen van links naar rechts kan verplaatsen. Het probleem alleen met media queries is, je bepaalt wat een componentje doet op basis van de breedte van je scherm, in plaats van de breedte van de omgeving waar die in leeft. En dat is eigenlijk niet zo handig, want stel je voor, je gaat dit tech takeaway blokje van rechts naar links verplaatsen. Dan moet je dus de media query aanpassen om te zeggen, hey, dit blokje moet iets anders doen, omdat hij nu in een andere omgeving leeft. Dat is een beetje stom, want eigenlijk haal je dan je component-based design principle, wat je eigenlijk hebt, haal je dan een klein beetje open, omdat je zegt, ja, weet je, dit gaat op basis van mijn browser in plaats van op basis van het component. Nou, lang verhaal kort, ik ga het even laten zien. Wat ik ga doen, is hetzelfde component, en ik heb niet een hele rare magic paste button of iets dergelijks, dus ik ga gewoon deze HTML zo.
Heb ik, oh, wacht. Ik ga het eerst even laten zien trouwens. Je ziet in de tekst hier een titel, een datum en ben je ook toe aan een flinke doos inspiratie op het gebied van innovatie. Maar er zit ook meer content in. Die zie je aan de rechterkant niet. Wat ik heb gezegd tegen deze, tegen dit componentje, dan moet ik even met één hand. Vet handig dit. Oh my god. Oké, daar gaan we. Een beetje omhoog. Zo. Ik haal even dit dingetje weg, zo. Command X voor de mensen. Zo. Nu is hij dus leeg. Ik plak hetzelfde HTML'tje, zo. Hop. In een andere locatie. Oh my god, het ziet er anders uit. Ja, ik dacht ik doe iets wat opvalt. Dit, geel. Maar hoe dan ook. Dat wil ik niet zeggen. Ik laat het heel even zien. Hier heb je meer ruimte. Nou ja, theoretisch gezien. Hè? Je had het in de sidebar ook wel kunnen plempen. Maar omdat er veel meer ruimte is, kan ik nu ook de andere tekst tonen. Ik zal heel even de CSS erbij pakken, want dan kan je het zien. Nou, dit is gewoon wat boilerplate met nou ja, de verplichte unicorn. De main in de aside met 70%, 30% breedte. De styling van de card, dit is donkerblauw. Dat zie ik niet, maar dat weet ik. Ik heb hier de container query. En het moment dat de container waar dit componentje in zit breder is dan 150 pixels, dan wordt die in dit geval, ja, ik heb het er maar even achter gezet, geel met zwarte tekst. En het more info blokje, dus eigenlijk hetgene wat hier staat, veel meer ruimte en lorem ipsum, wordt dan ook getoond. Die had ik namelijk eerst niet getoond. Dit is echt een game changer. Simpelweg omdat, nou ja, wat ik net eigenlijk uitleg, component based. Je kan gewoon één componentje maken en die kun je overal neergooien. En die doet zelf wat jij hem gezegd hebt. In plaats van dat je dus op basis van de complete breedte van de viewport iets moet gaan doen. Ilse, we hebben meer tijd nodig. Of is dat nu te laat? Nee, geintje natuurlijk, we gaan door. Oké, okay, doei. Wat ging we laten? Oh ja, deze. Yes. Oké, eerlijk is eerlijk, dit is de laatste hoor, van die we nu hebben. Of toch niet? eveneens, Interop 22, dit jaar is HAS uitgekomen. En HAS is eigenlijk wat veel mensen noemen de parent selector. Je kan eindelijk selecteren wat er boven je staat of wat er op een ander niveau staat. En wat we hier hebben gedaan is op basis van het feit of iets wel of niet een figcaption heeft, twee foto's in een figure, heeft hij een figcaption, dan passen we de stijl aan. Maar die passen we niet aan van de figcaption, maar van de afbeelding in dit geval. Daar wordt de aspect ratio op gezet. Dus op het moment dat die code uitgezet wordt, nou, dat kan Tom nu vast doen, de figcaption uitzetten, bedoelde ik dan in HTML. Zodra die uitgezet wordt of weggehaald wordt, dan wordt de aspect ratio eraf gehaald. En zal je weer een volledige hoogte zien. Dit is een hele simpel, de meeste voorbeeldjes doen het even met een met figure en figcaption. Maar ik heb er echt hele ingewikkelde dingen gezien met automatische errormeldingen bij inputsvelden. En nog complexer komen we zo eventjes op een super vet voorbeeldje. Maar dit unlockt echt heel veel met structuren die anders gewoon niet mogelijk waren. Of heel veel JavaScript nodig hadden om classes te dupliceren en zo. Een vraag. Sam? Vraag! Zoals hij nu staat, lijkt het alsof je daarmee op een sibling checkt. Maar je zei net... Het is feitelijk nu een sibling, maar het kan ook op andere manieren. Oké. Eerlijk is eerlijk, hier was het niet nodig. Dit is het meest gebruikte voorbeeld, omdat je snel kan zien wat het doet. Maar er zijn complexere methodes mogelijk. Ja? Bonus demo. Oké, niet zelf gemaakt. Deze is gemaakt door Ivor Jetski. Ik weet niet of die Ivor heet en of die Jetskiet, maar het is heel leuk. Dus ik wilde hem even niet jullie onthouden. Geen JavaScript en deze persoon noemt het No Artificial Colors or Ingredients. First person to screenshot the lighthouse wins. En er is een timer gezet. En wat je eigenlijk moet doen, ik maak hem even een beetje groot, dat jullie het beter zien.
Dus met alleen HTML en CSS en een hele sloot radio buttons heeft hij een spelletje gemaakt. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien ook. Maar het is geanimeerd en je kan dus huisjes maken. En op het moment dat je de fundering verandert, verandert de stijl van het huisje soms. En het is mij nog niet gelukt om een lighthouse te maken. Maar het is heel verslavend. En kijk hieronder dan ook. Ja, hij heeft gewoon een schaduw en dergelijke gemaakt. Het is echt top. Nou goed. Ja, en de tijd. Het is ook echt het is heel leuk. Maar alleen met CSS dus, hè? Oké, en heel veel radio buttons zoals je dus hier linksboven in het scherm ook ziet. Maar goed, dat is. En dan moet ik alleen even kijken of ik naar mijn andere tabblad kan, want nu ben ik dus helemaal... ik ben de weg kwijt. ISO. Nee, joh, ik heb alles gesloten. Kijk, dit is onze presentatie source code, maar dat maakt niet uit. Die waar die is. Ik ben heel goed in knopjes, maar niet heel goed in... Oké, op hoop van zegen. Nee, het was niet de boven van zegen. Maar dan doen we gewoon restart. Maakt niet uit. Localhost 3030. Here we go. Here we go. Ja, oh, je, moet je, scherm, je moet je scherm nog delen, hoor ik. Ben ik nu mijn scherm niet meer aan het delen? Nou, voor de mensen thuis. Dat was toch de laatste slide. Dus nu staat er een blokje. En Synetic en Planet of Digital Pioneers. En een linkje. Want wat we hebben gedaan, de demo's die je vandaag gezien hebt, daar wil je misschien even mee spelen. En dat kan. Want we hebben dus op CodePen, daar ga ik weer klikken. Leuk, ben ik weer de presentatie kwijt. We hebben dus een CodePen collection gemaakt. Met de naam Tech Takeaway. Met deze datum. Op het Synetic account. Dus je moet het wel kunnen vinden. En dan kan je dus alle demo's even bekijken. Dus dat. Drupal die organiseert natuurlijk, die brengt Drupal updates uit. En als je die dingen moet updaten, ja, dat is, is best een klusje. Als je één site hebt, nou ja, inderdaad, Composer, weet je wel, dat komt helemaal goed. Als je er... en het leuke is, wat Drupal ook nog heeft, is dat automatische update proces. Wie heeft daar al wel eens mee zitten spelen? Automatische updates in Drupal? Weet je wat je bij WordPress ook hebt? Iedereen vanaf gebleven? Wat zeg je? Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Maar dat sloopt je website absoluut. Maar stel dat je het gebruikt. Ja, als je maar één website hebt waar verder niet zoveel custom code in zit, gaat het waarschijnlijk nog meestal goed ook. Maar als je er daadwerkelijk in ontwikkeld hebt. Als je, zeg maar, je website, hoop ik. Ik hoop voor jullie dat jullie ze een beetje automatisch uitrollen en zo. Met een CI/CD en zo. En dan zeg maar, dan is die website op de server al aangepast. En dan rol je hem uit en is die, zeg maar, niet meer geüpdate. Drupal doet niet aan down migrations. Dus dat is echt een geweldig succes. Moet je niet proberen. Dus dan ben je eigenlijk weer terug bij. We moeten met die sites allemaal met de hand gaan updaten. Maar, en als je er één hebt, nou ja, oké, fair. Maar als je er 60 hebt, dan wordt het wel een stukje minder leuk. En dan worden die updates wel iets wat je gaat haunten in je sleep. Zoiets bijvoorbeeld. Ik droom heel raar. Ik ga proberen uit te leggen hoe wij dat opgelost hebben. Ik ben Zolf, ik werk als architect bij Swiss. Het systeem wat ik jullie ga vertellen is niet door mij gemaakt. Dat moet ik zo eerlijk moet ik wel zijn. Dit had Swiss al voordat ik bij Swiss kwam werken. Want ik werk nu anderhalf, bijna twee jaar bij Swiss. Sinds 1 januari 2021. Ik ben heel slecht met datums rekenen. Eigenlijk mijn verjaardag moet ik ook altijd uitrekenen. Dat is echt heel erg. Nou, ik weet mijn geboortedatum, maar ik weet nooit hoe oud ik ben. Dat is echt, ik moet altijd uitrekenen. Wij zijn dus Swiss. Wij proberen... Dit is onze slogan, duurzaam digitaal veranderen. Wat we daarmee bedoelen is dat we, zeg maar, de dingen die we maken ook graag willen dat die een poosje meegaan, zeg maar. En dat die onze klanten daadwerkelijk, zeg maar, digitaal vooruit helpen. Dat doen we voor best wel wat leuke klanten. Prelim is een klant waar ik zelf ook heel veel voor doe. Die verkoopt eigenlijk medische nascholingsartikelen. Dus de medische professionals die moeten zich altijd om punten halen om zich na te scholen. En anders mogen ze geen medisch professional blijven en zo. Dat vindt de wetgever belangrijk, dat snap ik ook nog wel. Daar doen we dingen voor. NTVG is Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. Doos op Maat is een heel leuk club die maken
zeg maar, wat je bij bol.com altijd krijgt, is dat je zeg maar zo'n klein voorwerp krijgt in zo'n doos. Ja, je kent het wel. Wat zij doen is dat je gewoon een doos kunt bestellen precies op de maat van je product. Dus als jij een doos nodig hebt van, nou ja, zeg precies een A4'tje, dan kan dat. Maar als je een of andere rare maat wil, dan kan dat ook. Komen ze gewoon bij je leveren. Dat is echt fantastisch. En recentelijk zijn we, vind ik een heel tof project, zijn we met diabetes.nl bezig. De nieuwe diabetes.nl. Dat is echt wel een tof project. En dat is het logo van Naturalis. Dat is een van onze wel trots klanten, zeg maar. Ook een Leids museum en zo. Dat vind ik wel leuk. Precies, Leiden. Niet zo ver van Haarlem. Dus als je nog een baan zoekt, ze zijn altijd op zoek naar mensen. Dat mag officieel niet. Dit is schelden in de kerk, hè, Rolf? Even uitkijken nu. En jij zei ook dat je mensen zocht. Ja, klopt. wij beheren een klein kuddetje van websites, Drupal websites. Het zijn er een stuk of 60. Het getal wat ik net noemde was niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ik heb het even nagezocht. We beheren zo'n 60 live Drupal websites. En die updaten we allemaal met dit proces. Dat gaat best wel heel goed. Dat proces is grotendeels geautomatiseerd. Dus dat zorgt ervoor dat één persoon eigenlijk in minder dan een dag de Drupal updates op al die sites kan doorvoeren. Wat zei je? Wat zei je? Ja, het is een lange. Nou, Jelle hoeft het meestal niet te doen. Maar dat is best wel even een dag buffelen. Nee, hij heeft het nog niet gedaan, volgens mij. Hè? Nee. Ja, er is één persoon bij Swiss die dat meestal doet. Ik verwacht eigenlijk niet dat je dat gaat overkomen, Jelle. Sorry. Maar omdat het dus gewoon één dag werkt, is het ook helemaal niet zo heel erg om dat te doen. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat het proces werkt. Dit is een van onze, sterker nog, de eerste Drupal 8 website die we ooit gemaakt hebben. Toen was het nog Alpha 14, toen die live ging. En inmiddels is die gewoon de recentste versie van Drupal 9. Constant, automatisch meegegaan met dit updateproces. Dus het werkt, zeg maar. Wij zitten een beetje vast in de Atlassian toolkit. Ik weet niet wat jullie gebruiken. Jullie ook? Jira, Bitbucket? Oh, GitLab. Nou. Oké, wat heb je, zei je? Silent commit? Oh, silent commit. Dat heb je in Bitbucket ook, toch? Nee? Oh. Nee, whatever. ja. Ja, precies. Dit is gewoon wat wij gebruiken. Het verhaal wat ik vertel is ook niet zo heel erg op de techniek gericht. Maar ik ga zo nu en dan dingen zeggen als pull request. En dan moeten jullie gewoon denken, merge request. Komt goed. Zo heet het in GitLab, toch? Ja. Het is het proces wat we gebruiken is een beetje. Ja, de eerste keer dat je naar kijkt, denk je, hè? Ik ga het een beetje stukje voor stukje uitleggen hoe het in elkaar zit. En op een gegeven moment komen die puzzelstukjes bij elkaar en dan wordt het wel logisch. Het eerste is dat wij CI/CD gebruiken. Gebruik je het ook? Ja? Dus zeg maar, je commit iets, je merge iets naar master en dan wordt het automatisch uitgerold. Of niet? Ja, dat wel. Oké. Test? Voor Drupal? Soms. Oké. Nee, dat laatste hebben wij ook, hoor. We hebben inderdaad een soort standaard base. Er komen altijd wat tests uit. Ja. Nou, onze ervaring met Drupal is eigenlijk wel dat als je gewoon een clean site install doet, dat je al zoveel code raakt, dat al een best wel hele goede test is. Dus dat doen we wel in onze pull requests. Code style checks, dat soort dingen. En bij daadwerkelijke deployment doen we ook nog een stap om wat assets te beelden en dat soort dingen. En dan wordt het daadwerkelijk gedeployed. Op zich, dit is zeg maar, als je die hebt, dan is dit geen rocket science, denk ik. Dan ons daadwerkelijke update proces. Dat runt als Bitbucket Pipelines. Hoe heet dat in GitLab? Ja? Cool. Ja, geen idee. En wat je dus met Bitbucket Pipelines ook kunt doen, is procesjes zeg maar gewoon als een soort cron runnen.
Elke donderdag tussen 2 en 3 s'nachts, Nederlandse tijd, runnen wij een automatisch proces. En dat automatische proces dat maakt gewoon voor alle projecten, alle Drupal projecten, dat is, een pull request aan waar de update in uitgevoerd wordt. Eigenlijk het enige wat je moet doen om die updates nog te deployen, is mergen. Op zich wel een prettige gedachte. Hoe die pull request precies samengesteld wordt, daar komen we nog op. Maar ja, dat is dus eigenlijk ons updateproces. Elke donderdagochtend kijken we, zijn er Drupal updates? Die ervaring hebben jullie vast zelf ook wel. Heel veel Drupal updates zijn van de categorie. Als je toch al heel veel recht had om de site naar de kloten te helpen, heb je nu een extra manier. Toch? Dat zijn niet het soort updates waar wij enorm van schrikken. Maar bijvoorbeeld die Twig-update van vandaag. Ja, daar zit wel een dingetje, zeg maar. Voor sommigen. Zijn jullie al up-to-date? Sommigen. Nee, hè? Nee. Nee. Ja. Ja. Wij hebben dus geselecteerd welke sites dit een probleem op is. En daar hebben we de update al op uitgevoerd. De andere sites hebben dat nog even lekker gelaten. Want er is bij lang niet alle sites dit een probleem. Dan plannen we een update moment. Informeren we de betrokken klanten, et cetera. En dan gaan we daadwerkelijk updaten. Dat is dus niet altijd precies op donderdagochtend, zeg maar. Bij deze wel. Maar bij andere updates kunnen we dat gerust een week achter schuiven op het moment dat het even lekker uitkomt om een dag te gaan zitten updaten. Dan plannen we dat in en dan gaan we dat doen. Ja, zeg maar Drupalgeddon, wie herinnert zich dat nog? Ja, dat was een woensdagavond. Ja. Ja, precies. Ja, ja. Definitie. Precies, ja. Drupalgeddon kwam 10 uur uit of zo, zoiets. Ja. Nou. Maar goed, wat doen we dan op zo'n update dag? We lopen gewoon alle projecten langs en er worden automatisch pull requests gemaakt. Eentje voor develop, eentje voor master. We doen eerst de pull request voor develop. Checken we even of er geen gekke codewijzigingen in zitten. Zo. Mergen we naar develop. Checken we op de acceptatieomgeving, want die wordt natuurlijk ook automatisch uitgerold met CI/CD. Vervolgens doen we datzelfde met de update voor master. Checken op de productieomgeving. Tada. En dan zijn we live met de updates. Dan hebben we natuurlijk nog wel de grote vraagteken. Hoe werkt dat script? Het eerste onderdeel is eigenlijk dat we een project installeren. Want wie wel eens Drupal geüpdate heeft, weet ook wel, je komt niet weg met alleen maar een Composer update, meestal. Omdat er ook configuratiewijzigingen in zitten en die moeten ook je code in. Dus, dit is ons proces om die Drupal website te installeren. Een Composer install, gewoon redelijk run of the mill. Ja, hoor, dit mag je gewoon een foto van maken, hoor. Geen probleem, het wordt ook opgenomen, dus dat is fijn. Ja hoor, want de Drupal kun je dat gewoon zien. Dus we doen een Composer install, dan een SQL create, dat maakt gewoon je database. En dat is gewoon een database aan. We beginnen natuurlijk even met de database credentials zetten, wat gewoon een soort basis credentials zijn voor een standaard database, die maken we aan. En dan runnen we de site install met existing config. Ik weet niet of jullie dat zo nu en dan wel eens gebruiken bij jullie website, maar wij zorgen ervoor dat alle onze websites dat gewoon kunnen. Dat gebruiken we ook in ons testproces voor alle websites. Dan heb je dus een schone website zonder content, maar wel met alle configuratie. Eventueel, als dat nodig is, nog wat dingen om vertalingen te importeren. En we doen nog voor de zekerheid even een config-import aan het eind. Meestal importeert hij niks meer, want zo'n existing config gaat vaak wel helemaal goed. Dan heb je een werkende omgeving van het project. En daar doen we de daadwerkelijke update in. Dus Composer update, Composer install, cache rebuild, updb en config import. Export, obviously. Composer update, Composer install, uiteraard. En dan die updb, dat is eigenlijk het tricky deel wat je speciaal voor Drupal nodig hebt.
Want die gaat dus allerlei soort van migraties uitvoeren. Migraties is een groot woord voor wat Drupal doet, maar goed, migraties. Dus die maakt aanpassingen aan de meestal configuratie in je database. En dan doen we een config export, zodat die aangepaste configuratie ook weer in code terechtkomt. Want uiteindelijk wil je dat mee committen. En wij doen ook nog wat voor de NPM packages. Want ja, ik ga ervan uit dat jullie ook NPM gebruiken om zeg maar je asset pipeline te organiseren. Dus dat updaten we gelijk mee. Nou ja, dit is onze normale Git workflow. Ja, er staan daar normaal gesproken, stonden daar labels, maar ja, ik had er even niet op gerekend dat er nog iets over mijn scherm zit. Jullie hadden beloofd dat het weg zou gaan, maar is niet. Nee. Dus dat rechter ding, daar staat master boven. Zie je niet, maar is echt zo. In principe, na master doen we natuurlijk alleen maar mergen. Van ofwel hotfixes, dat zijn die een beetje groenige bolletjes, tweede van rechts. Dus dat zijn kleine changes die we rechtstreeks op master committen op het moment dat er een specifieke urgente bug is. Dan doen we dat wel eens, niet altijd, maar soms wel. Wel, uiteraard pull request, review, et cetera. Maar het gebeurt wel dat dingen niet via acceptatie. En we hebben de develop, daar gebeurt natuurlijk gewoon het ontwikkelen van wat grotere features die ook naar acceptatie gaan, et cetera. En op een gegeven moment mergen we develop weer naar master. Nou zie je in deze workflow staan dat elke keer dat master geüpdate wordt, dat ook de bedoeling is dat dat dan vervolgens naar develop gemerged wordt. Dat gebeurt niet helemaal altijd in werkelijkheid. Want ja, zo gaat dat met dingen die eigenlijk de bedoeling zijn. Dus in ons update proces moesten we daar wel rekening mee houden dat zo nu en dan niet gebeurt. Want anders heb je het probleem dat je je hotfixes weer kwijtraakt op het moment dat je je develop naar master merged. Dus voor master is het proces relatief eenvoudig. Dit gebeurt allemaal automatisch. Hè? Dus er wordt een nieuwe branch gemaakt. Update 6 master, die wordt afgebranched van de master. Daar runnen we dat code-update proces waar we het net over hadden, runnen we daarin. Er wordt een commit samengesteld met ook alle informatie over wat er dan geüpdate is. Er wordt een push gedaan naar die branch en een pull request gemaakt in het project. Daar staat ook keurig in wat er allemaal geüpdate is. De output van Composer Audit en dat soort dingen staan er ook allemaal keurig bij. Dus dan kun je het netjes checken. Dat was master, maar master is eigenlijk de meest eenvoudige. Develop is een stuk ingewikkelder. Develop is een stukje ingewikkelder. Ook daar maken we een nieuwe branch vanaf develop. Maar dit procesje dat is dus nodig om ervoor te zorgen dat we die hotfixes niet kwijtraken. En om ervoor te zorgen dat als je die update op master al hebt doorgevoerd. En daarna nog en ook op develop, dat je dan geen merge conflicten krijgt op het moment dat je develop gaat merge in een master. Beetje Git magic, maar als je wat vaker dingen met Git doet, dan denk ik dat je dit probleem wel een beetje herkent. Als je op twee branches dezelfde wijziging doet eigenlijk, maar dan los van elkaar en dat dan weer probeert bij elkaar te brengen, dat is een beetje kut. Dit is gewoon hoe het is. Dus wat doen we? We checken eerst eventjes of master en develop hetzelfde zijn. Dezelfde codebase. Want als develop en master hetzelfde zijn. Lees, er staan geen features op develop die nog niet op master staan. En er zijn ook geen hotfixes op master die nog niet op develop staan. Dan kunnen we bij develop gewoon volstaan met de update master branch merge. Want daar zit de update al in en die zijn toch hetzelfde. En dan heb je ook dat hele gedoe met merge conflicten niet. Als het niet hetzelfde is, dan mergen we eerst master naar develop. Dat wat eigenlijk al had moeten gebeuren, maar kennelijk niet gebeurd is. En dan runnen we dat code-update proces, wat we net zeg maar, beschreven hadden, runnen we gewoon nog een keer, maar dan voor develop. Dat committen we en dan doen we nog een trucje. Update master, weer mergen in de develop branch. Of sorry, in die develop-update branch, om precies te zijn. Dan met strategy hours. Dan weet Git dat die changes die in master applied zijn, ook in develop zitten. En dan krijg je geen merge conflict als je straks develop weer naar master gaat mergen. Beetje een trucje. Moet je maar eens gewoon proberen als je dit proces zelf een keer gaat bouwen. Het werkt echt.
Nou, dan pushen we die update branch, maken weer een pull request, nou, et cetera. Hey Rolf. Yes. Wij balen een beetje dat je vandaag bent gekomen, want wij hadden vandaag toevallig het issue. Wij hadden op develop hadden wij namelijk 9.3 draaien. Ja. En op master hadden wij... Nee, dat moet ik even goed zeggen hoor. Wij hadden op master hadden we 9.3 draaien. En op develop hadden we 9.4 draaien. Ja. Er kwamen vandaag security updates uit. En Service Desk had dus master geüpdate. Maar develop draaide ook nog. Ja. Werkt dat dan ook op die manier? Want... bij ons gebeurt het nooit dat develop een andere versie van Drupal draait dan master. Dat gebeurt tijdens ontwikkeling? Ook niet. Oké. Dus dat voorkomen we gewoon, want alle updates gebeuren met dit automatische proces en een update altijd naar dezelfde versie toe. Dus zowel develop als master worden tegelijk geüpdate naar dezelfde versie. Dus ook tijdens... Ja. En dan heb je dat probleem helemaal niet. Dit trucje werkt niet inderdaad als je wildly different versions draait op acceptatie en productie. Ja, precies. Okay. Dan wordt het toch gewoon edelhandwerk. Ja, dus sorry. Zoals wij vandaag hadden. Okay. Ja. Check. Ja, moet je dus niet doen. Dat brengt me wel naar een goed... dus wel een goed brugje. Er mist nog wel een stukje van de puzzel. En dat is dat wij... Dat wij bewuste keuzes maken over de structuur van onze projecten. Ik hoorde jullie jullie dashboard het hebben over exotische platformen en zo. Dit werkt heel goed als je je techniek saai houdt. Zo simpel is het. Je moet zorgen dat al je sites een beetje op elkaar lijken. Als ze allemaal anders zijn, ja, dan wordt het wel heel lastig om ze allemaal met hetzelfde proces te updaten. Maar als je zorgt dat ze een beetje hetzelfde zijn, als je met elkaar een standaard afspreekt en je daaraan houdt, dat is wel essentieel, dan zijn je sites een beetje hetzelfde. En dan kun je dus ook je updates automatisch doen. Dan zul je zeggen, ja, dat is wel leuk. Moet ik even kijken of ik hiervoor naar de volgende slide moet? Nee, dat hoeft niet. Dat is wel leuk, maar ja, we leren ook wel eens dingen bij. Ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat je elke keer als je een nieuwe website maakt, dat je zegt, nee, we kunnen deze toffe techniek niet gebruiken, want dan lijken onze websites niet meer op elkaar. Dan heb je natuurlijk ook wel een probleem. Dus, wat wij doen, is in dit updateproces nemen wij onze oudere projecten mee in onze innovaties. Dus wat we doen op het moment dat we zeggen van, nou ja, we willen nieuwe keuzes maken in onze projecten, dan zeggen we niet, oké, dit project wordt een vreemde eend in de bijt. Nee, we doen het in dat nieuwe project en we voeren het door in onze standaard. Dus dat wat we gebruiken als we een nieuw project starten. Maar we passen het ook bij het doorvoeren van die Drupal updates toe op de projecten. Dus we schrijven bash scripts die aanpassingen doen aan onze projecten, niet alleen maar puur Drupal updates, maar ook voor zorgen dat die websites een beetje hetzelfde blijven. Dat als we bijvoorbeeld een keer de keuze maken van, weet je wat, we gaan van Webpack naar Rollup, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dan hebben we dus niet nog een hele oude sloop met projecten die toevallig nog Webpack gebruikt. Nee, we hebben alle projecten geüpdate naar Rollup. Allemaal. En als ze dan geüpdate moeten worden, dan kunnen we dus vanuit gaan dat er gewoon Rollup in zit. Om een voorbeeld, maar dat doen we bij allerlei van dit soort innovaties. Volgens mij is er niemand meer online. Dat weet ik niet. Ik heb het gewoon weggeklikt. Echt wel, echt wel. Ja, zie je wel. Bert is er nog. Tuurlijk. Bert is er nog. Dan doen we het voor Bert. Je geeft net aan dat je dus updates doet aan alle projecten. Dus wanneer je van Webpack naar Rollup gaat bijvoorbeeld. Ja. Dat is een voorbeeld. Doe je dat wel handmatig of schrijf je daar een los script voor? Daar schrijf je een los script voor, ja. Dus dat doe je elke keer als jij aanpassingen gaat doen? Ja. Oké. Okay. Yeah.
Ja, dat ja. Consistentie. De mensen met ligier ga je die haken nu af, hè? Want die willen hele andere dingen. Die willen nieuwe dingen. Ja, maar je kunt nog steeds, we doen nog steeds wel nieuwe dingen. Dat is het punt niet. We maken ook hele toffe dingen. Maar, A is wel een beetje keep your technology boring. Je kunt toffe en innovatieve dingen maken, maar ook wel met technieken die gewoon niet, zeg maar, gisteren bedacht zijn. Dat hoeft echt niet per se. Dat is leuk voor een hackathon. Maar voor een productie zou het misschien niet zo'n geweldig idee. En als je wel gaat voor een nieuwe keuze. Ja, dan moet je er ook vol voor gaan. Dan moet je niet zeg maar in project A deze kant op gaan rennen. In project B die kant op. En dan verbazen dat het twee verschillende projecten geworden zijn. Ja, dan heb je een probleem. Ja, dus... Ja. Dus je kunt nog steeds ook wel innovatieve keuzes maken, maar ga er dan vol voor. Niet een beetje half voor één project of twee, maar gewoon echt. Ja. Dan nog even toekomst, want we gebruiken dit dus ook. Wat ik net ook al aangaf, voor onze major upgrade. Dus de upgrade van Drupal 8 naar Drupal 9 hebben we ook gewoon met dit proces gedaan. Natuurlijk is het proces ietsje ingewikkelder, want je moet ook in Composer.json echt een andere versie van Drupal requiren. Dat is update script. Dus echt een stukje langer dan alleen maar gewoon Composer update, heus. Maar nog steeds geautomatiseerd voor alle websites. En geloof me, dat duurde ook ietsje langer dan even in een dag allemaal door elkaar klikken, heus. Maar we zijn daar geen weken mee bezig geweest. De hele Drupal 9 upgrade, 2 dagen, denk ik? 3? Ja, het voorwerken. Ja. Ja, want we zijn nu al bezig met Drupal 10. Op dit moment draaien voor al onze Drupal projecten, wordt er al een Drupal 10 pull request gemaakt. We mergen het nog niet, want het is nog niet helemaal af, maar pull request wordt alvast gemaakt. Dus we kunnen al gaan testen daarmee. We kunnen gewoon al onze projecten als een keer kijken van werkt het eigenlijk wel op Drupal 10. We gebruiken bijvoorbeeld PP staan om ervoor te zorgen dat we onze projecten, dat we de code de code van ons project ook een beetje nice houden, dat deprecations eruit zijn, dat soort dingen. Nou, dat zien we nu dus in die pull request, zien we dat als in de build pipelines terugkomen van ja, leuk deze change, maar ja, de PP staande gaat nog op zijn aangezicht. Dus ja, er moet nog van alles, er moet echt nog wel wat aan, maar voor de meeste projecten werkt er ook al wel iets. Het is nog niet af. Dat hoeft ook niet. Drupal 9 is nog niet, end of life. Dat is over een jaar pas. Maar als je er nu mee begint, dan ben je echt wel op tijd. Dus dit is de samenvatting. Zorg dat je CI/CD hebt. Dat hebben jullie gelukkig al. Dus dat is makkelijk. Maak een automatisch script wat die pull request voor je creëert. Gewoon elke donderdag nacht is op tijd genoeg. En zorg dat je projecten een beetje hetzelfde blijven. En het resultaat is dat die updates je niet een hele berg hoofdpijn kosten. Mooi, mooi. Nou, dan zijn we aan het einde aangekomen. Hopelijk tot de volgende Tech Takeaway. En fijne avond allemaal.